Gerard de Nooijer, je verliest vandaag met 1-2 van FC Volendam. Maar hoe vaak we het in een jaar over pech kunnen hebben, het zou een keer op moeten houden, zou je zeggen. Nou, ik moet zeggen dat we de eerste helft heel weinig gaven. Ik vond het teleurstellend in de eerste helft. Weinig diepgang, weinig druk op de bal en weer de goals weggeven. Als je 1 minuut van tijd nog met 1-0 achter staat, dan moet je het ook gewoon vasthouden tot de rust. We liepen veel te ver naar voren toe en we krijgen daarvoor gewoon een kans met Brandon. Fantastische actie op de achterlijn. Hij geeft hem weg. Tot ziens, man. Hij geeft hem weg. Hij geeft hem voor. Wordt onderschept en dan moet je gewoon het middenveld, moet je gewoon je duels winnen. En dat deden we veel te weinig deze wedstrijd. En zeker de eerste helft. Nou, dan krijg je natuurlijk de strafschop-situatie. Ik weet niet of het zal terecht zijn. Protesteerde ook niet en ik ben blij dat hij geel gaf. Ja, dan kom je 2-0 achter en we hadden natuurlijk al gewisseld met Siebe. Extra spits erbij, want ik vond dat wij veel te weinig voorin hadden. Na de rust een heel ander Dordrecht. Veel meer druk naar voren toe, maar dan nog slordig soms gewoon naar voren toe. We missen gewoon echt een killer. Echt een killer voorin, want als wij dan gaat het dan wat makkelijker als je die voorin hebt staan. Ja, wat mij opviel, vanaf de 70ste minuut, dat is het moment waar je eigenlijk grip op Volendam begint te krijgen. Veel voorzetten, maar weinig komt aan. Alles kan weggewerkt worden. Ja, maar dat is een beetje het verhaal van dit seizoen. Hè? De verkeerde keuzes, niet goed staan, veldbezetting voor je, hè? Dus voor je goal. Ja, het is niet helemaal... We kunnen het ook nog niet veranderen en we zijn er hard mee bezig, maar dat moet gewoon beter. Ja, dan wissel je 2 keer wel vroeg. Op een gegeven moment krijg je wel die grip op Volendam. Maar wat gebeurt er dan dat je die grip wel weer krijgt op Volendam? Want het zag er gewoon 70 minuten lang niet naar uit dat je überhaupt in de hele wedstrijd grip ging krijgen op hun. Nou, het zag er niet uit dat we de hele wedstrijd een goal zouden maken. Het was gewoon niet goed genoeg daarvoor. We gingen snel lange ballen spelen. Toen Omran erin kwam, die bracht iets extra's. Die fantastische actie, die viel ook goed in. En dan zie je dat we daarna nog een aantal mogelijkheden krijgen om het 2-2. Hè? Dat ook 1-3 kunnen zijn, maar dat ook gewoon 2-2 kunnen worden. En we hadden denk ik op basis van de 2 wel een punt verdiend. Het is jammer. We moeten verder. Het is helaas dat we deze wedstrijd verliezen. Ja, dan verlies je deze wedstrijd wel heel jammerlijk. Ik heb toch één moment echt gedacht van het wordt nog 2-2. Momentje Siebeschet. Ik ook. Daarvoor nog een keer met Osama. De keeper laat los, schiet hem terug in de handen van de keeper. Maar nog pech dat we al de schoten hadden die van de lijn werden gehaald of geblokt werden door de tegenstander. En nog tot laatst toe, zeker met Siebe, maar ook nog een keer met Dween. Het laatste schot in de laatste seconde dat hij net naschiet. Ja, dat is jammer. En nog een goede vrije trap van Maarten. Dat die keeper uitstekend reageerde, dat hij hem uit de hoek tikte. Ja, het mocht helaas niet baat. We kunnen ook niet bij de pakken neerzetten, we moeten gewoon door. We gaan gewoon maandag weer naar richting Go-Head. Genoeg dingen gezien in ieder geval waar je mee aan de slag kan. Nou ja, tuurlijk. En we moeten ook, kijk, tuurlijk, het is teleurstellend nu. En we moeten die teleurstelling verwerken. Maandag moeten we weer de vizier richting Go-Head. En dan gaan we kijken of we daar punten kunnen pakken.